Dag leden van Agrifirm, ik ben Hans Schuckert, ik ben voorgedragen voor het districtbestuur en ik hoop een goede bijdrage te kunnen leveren met ons gemengd bedrijf en in alle facetten die we daarin hebben. Ik ben zelf 32 jaar. En ik heb samen met mijn ouders een maatschap, een boerderij met daaronder pluimvee, akkerbouw, tuinbouw en melkveehouderij. De melkveehouderijtaak wordt gerund door mijn zus en mijn zwager. En daartussenin hebben wij nog een vaste medewerker die ons van alle kanten faciliteert. We hebben op het bedrijf een 31.000 leghen, waarvan een 16.000 vrije uitloop, die kunnen dus buiten scharrel. En we hebben een 15.000 scharrelkim, gehoudvest in een foyer systeem. Onze akkerbouw- en tuinbouwtak bestaat uit een kleine 30 hectare lelies, een 10 hectare gladion, alles op contract. En we hebben de uien, aardappelen, bieten onder de akkerbouw zitten. En dat wordt samen gerund met mijn vader. De melkveehouderij die bestaat zo'n beetje uit zo'n 80 koeien die aan de melk zijn. Die worden door mijn zus en mijn zwager onderhouden en voorzien van alle gemakken. En die worden puur gehouden voor de melk. Onze boerderij is gelegen in Zipklo in de gemeente Hardenberg en onze grond ligt achter de boerderij en daar rondomheen. Ik hoop jullie hierbij genoeg hebben te kunnen vertellen over mij en ons familiebedrijf. En daarmee een goed beeld van mezelf heb kunnen weggeven, zodat jullie mij geschikt achten voor dit bestuur. Bedankt.